Jongens en meisjes, wij zijn vandaag beland in het practicum lokaal van onze school. En wij gaan eens kijken of de broodjes van John wel te verorberen zijn op een normale manier. We hebben daarvoor een speciale onderzoeker ingehuurd, van de echte onderzoekershogeschool. En hij heet Karel van Viel. Dat is zijn hele naam, daar gaan we even kennis met hem maken. Karel, goedendag. Karel, wat gaan we doen vandaag? Nou, ik heb vandaag de opdracht gekregen om broodjes kip te testen. De Latijnse bijnaam voor een broodje kip is ook wel een... We noemen het een Mexicano. Is deze bril hierbij van toepassing of kan ik hem naast me? Dat is zeker hier van toepassing aan, want wij kunnen hierbij een aantal chemische reacties Nou, dan ga ik de bril opzetten. Ja. Nou. En dan wil ik het niet doen als Henk-Jan Smits, maar graag voor de ogen. Want u kunt het chemisch goedje in de ogen krijgen en dan kunt u binnen 2 seconden blind worden. Blind worden? Blind worden, ja. Dan doen wij namelijk de saus. Dat is echt het hoofdmiddeltje voor het chemisch goedje. Dus dan gaan we allemaal even je in doen. Ja. Alsjeblieft een bril, want het wordt nou echt gevaarlijk. En dan gaan we het ontstekingsmechanisme gaan we erbij aan toevoegen. Wat gebruikt u nou? Want dit gaat is, zoals ik net al uitlegde, een stukje Mexicano. Ik bedoel het wat u in uw hand heeft, het gereedschap. Dat noemen wij een pincet. Oh, een pincet. En als u de bril opzet, dan kunt u misschien weten dat het een beset is. Sorry. Ja, lach er maar om, ja. Ziet u dat? Water wordt troebel. Bij een normale Mexicano zou dit zeker ontploffen. Kijk nog eens even. Nou. Aan de onderkant, dames en heren. Volgens mij zit er een van een euro. Duizend. Ja, lach er maar om, ja. En ik zal die formule even voor u formuleren. Even kijken. Ik ben benieuwd hoe we deze formule algebraatisch gaat oplossen. Nou, algebraatisch kan ik het niet oplossen vandaag. Nee, algebraatisch. Dat zeg ik, algebraatisch kan ik het niet oplossen vandaag. Ik ben er ook niet voor ingehuurd. Ik ben vandaag ingehuurd om voor u een chemische explosie van een broodje Mexicano op orde te brengen. Wat is de functie van deze lamp? Kijk, het is namelijk zo dat een echte goede Mexicano ook elektriciteit opwekt. Dan moet je weer even de bril opzetten. Want het lampje kan namelijk exploderen. Kijk. Maar we hebben nou minder kans omdat een of andere lulhanders er een hap van heeft genomen. Stoppen we er hier een elektriciteitsdraadje in. Dat is de minkant. En dit is de pluskant. Is dat nou echt geologistisch bewezen? Pardon? Geologistisch? Nee, dat is niet... Dat is in feite de tegenhanger van theoristisch. Dat is niet pedagogistisch te verantwoorden. Pedio. Toch? Gelio. Pedo. Pedo. Dat is de tegenhanger van Melo. Nou, we hadden het dus over de elektriciteit opwekken van Mexicano. Dan doen wij dus de min- en de pluskant. En dan gaan wij door wezen van deze twee ijzeren metalen voorwerpen erin te steken. Moet je dus een elektriciteit... Als die goed is, gaat die branden, hè, jongens. Kijk, nou toch. Hè. Meneer... Zet die bril op! Zet die bril op, meneer! Moet er niet iets geblust worden? Nou, hij is goed hoor. Zo. Kijk, bij een normaal broodje zou het dus de A zijn, hè? Maar we hebben hier toch vooral de D te pakken. Zo. Kijk, weet je wat het D... Maar wat verschilt deze
Nou, van die. Nou, dan zal ik je eens even uitleggen met dit modelletje wat ik hier heb. Kijk, bij de A, dan ziet het er zo uit, hè. Maar bij de D, dan wordt het toch een beetje zo. Ja, dat is, die wordt een beetje een rommeltje in je hoofd. Nu toch mijn bril maar toch wel even op gaan zetten. Wij gaan afsluiten. Het is weer afgelopen. Wij bedanken meneer Karel von Viel voor zijn verbazendwekkend goede medewerking aan ons kipbroodje. Mijn naam is Delano van den Berg en dit het verslag was voor TWO TV. Kijk nog eens even nou. Aan de onderkant, dames en heren. Deze opname berust natuurlijk niet op ware beelden. De kipburgers van John zijn uitstekend. Heerlijk. Bedankt John. Ook voor een euro.